Goeie avond allemaal, dames en heren. Welkom bij weer een nieuwe video van Hobby's. De outlet store van Joycrafts, waar we altijd leuke kaartenmaakkits verkopen en ook heel veel basisartikelen. In deze video ga ik jullie laten zien hoe je je clearstamps heel netjes en geordend op kunt bergen. Nou, ik vind zelf clearstamps opbergen is altijd een crime. He, je kent ze wel, ze zitten op die plastic sheets, daar probeer je ze dan terug op te plakken. Op een gegeven moment plakken die sheets niet meer. Nou, als ik het heel netjes wil doen, dan laat ik ze nog wel eens in het zakje zitten. Maar dat komt er ook meestal niet van. Nou, dan krijg je op een gegeven moment dat het allemaal los gaat zitten, zoals hier. Er vallen stempels uit, je raakt dingen kwijt. Allemaal heel herkenbaar, denk ik. Toen hadden we een halfjaartje geleden de oplossing gevonden voor het opbergen van stempels. En toen waren die artikelen dus binnen no time bij Joy niet meer leverbaar. Gelukkig hebben we ze nu nog weer gevonden. Ik sprong echt een gat in de lucht dat ik ze vorige week in het magazijn nog kon vinden. Dit opbergsysteem is eigenlijk een beetje hetzelfde systeem als wat we hebben met de magneetvellen voor de stansmallen. Die kennen jullie wel, hè? Die zijn ook heel populair. Een van de best verkochte artikelen bij Hobby's. Dat zijn dus magnetische matjes. Die zijn wat dunner. Maar we hebben dus ook voor de clearstamps hebben we deze acrylaatvellen, dezelfde vorm. Die passen dus ook in die koffertjes van Joy voor de stansjes. Mocht je die toevallig hebben. Ik laat dadelijk zien hoe ik ze dus opberg. Als je ze koopt, dan zit hier een soort melkwitte beschermfolie overheen. Dus die moet je er wel eventjes van afhalen. En dan wordt die dus mooi transparant. Nou, en wat doe je dan dus? Het is een soort acrylaat plaatje. Dus je kunt al je tekststempeltjes en andere stempeltjes. Nou, je ziet ook dat je er ook heel veel op één vel krijgt. Want je kan lekker passen en meten dat je ze dicht op elkaar zet. Die kun je hier dus opplakken. Dus die plak je niet met de stempelkant. De stempelkant hou je naar boven. Maar met de andere kant, die kleeft eigenlijk altijd wel, kun je die dus gewoon heel makkelijk op dit acrylaat plakken. En zo heb je al je stempels eigenlijk geordend op deze acrylaatvellen. Nou, ik laat jullie ook nog eventjes zien hoe ik die verder opberg. Je kan eigenlijk bij iedere willekeurig groot winkelbedrijf, of het nou, ik ga geen reclame maken, maar of dat het nou een Action of een Blokker of een Xenos, kun je gewoon van die plastic mandjes kopen. Die heb ik op mijn bureau staan. En zo blader ik dus door mijn stempels. Nou, hier heb ik dus ook de magneetvellen. Maar je ziet het, zo heb ik ze dus netjes gewoon op thema heb ik ze geordend. En kan ik aan de voorkant gewoon zien welke stempel dat ik wil hebben. Je draait dan je sheet draai je om. Nou, je haalt heel eenvoudig, haal je die stempel eraf. Stempel kun je gebruiken. En als je hem weer schoongemaakt hebt, dan plak je hem weer heel netjes hier terug op je acrylaat sheet. Kijk, ze vallen er ook echt niet af. Het zit echt super goed vast. Dus het is niet zo dat ze dan allemaal onder in je bakje liggen. Dus dit is onze manier van stempels opbergen. En je kan er dus ook doorheen kijken. Dus je ziet aan de voorkant ook welke stempels het zijn. Nou, we verkopen ze bij Hobby's weer in leuke kits. Met een leuke prijs, zoals jullie van ons gewend zijn. In een kitje zitten 6 van deze acrylaatvellen. En die zouden normaal €19,99 kosten. Bij Hobby's zijn ze €15,99. Dus €15,99 voor 6 van deze opbergsheets voor je stempels. Ze zijn lekker stevig. Het breekt ook niet. Dus het kan echt wel tegen een stootje. Maar als je er dan dus een handig bakje bij koopt, dan kun je ze echt op je bureau zetten, kun je netjes bladeren en dan heb je al je stempels heb je keurig netjes geordend. Nogmaals, ze passen ook in de opbergkoffertjes. Dan heb je ze dus op deze manier heb je ze plat liggen. Hè? Dat weten jullie wel, dat is handig als je iets mee moet nemen. Als je bijvoorbeeld op vakantie gaat en je wil je stempels meenemen. Ik vind zelf altijd als ze plat op elkaar liggen, dan bladert het iets moeilijker. Als je ze eruit wil halen, maar het neemt wel makkelijk mee. Dus ik zet ze gewoon in een bak op deze manier rechtop. Nou, je ziet het al. Kun je mega goed zien welke stempels dat je hebt. Stempel eraf, stempelen, schoonmaken en terugplakken. Dus een ideaal opbergsysteem voor je stempels. Nu bij hobby's.nl. Ik zal zo eventjes de link hierboven in het bericht erbij zetten.
Dus 6 velletjes voor €15,99. Dankjewel voor het kijken en tot de volgende keer. Doei doei!